leuk. Hoi. Hoi. Ja, zeker. Hi. Zou je kort kunnen uitleggen wat do-it-yourself loopen betekent? Oh jee, kort. Eigenlijk is het de beweging van diabeten die niet wouden wachten op de ontwikkelingen van de fabrikanten. En die zelf de systemen in elkaar zijn gaan knutselen. Ja, do-it-yourself loop is eigenlijk een manier om je glucosesensor en je insulinepomp aan elkaar te koppelen. Er zijn natuurlijk ook andere systemen die dat ook kunnen doen, maar bij do-it-yourself is eigenlijk het grote verschil dat je die app dus zelf op je telefoon moet zetten. Ik heb dus zelf de app moeten bouwen, tussen haakjes, want uiteindelijk was het niet zo moeilijk als ik van tevoren misschien dacht. Maar wel echt op mijn telefoon moeten zetten. En dat kost in het begin wel veel tijd om dat helemaal uit te zoeken. Dus ik heb wel een paar maanden echt me helemaal ingelezen. Dan een online documentatie die je kunt lezen. Er zijn goede websites voor. En daar staat stap voor stap beschreven wat je moet doen. Ik vind zelf dat het wel handig is als je begrijpt wat je doet. Het bouwen van een loopsysteem is niet makkelijk. Je komt in schermen terecht waar je gewoonlijk niet bent geweest. Je moet er echt even de rust voor hebben. Maar er is één ding, we zijn een community. Dus bijna iedereen die bouwt, die neemt een coach, die heeft een appgroepje of via een Facebookgroep. En die gaat achter jou staan en die gaat gewoon zeggen, nou met mij erbij gaat het lukken. Waarom heb je voor het do-it-yourself systeem gekozen en niet voor een commerciële hybrid closed loop systeem? Dat was er nog niet in 2019. Dus het was ook geen keuze. Wat ook al ontzettend belangrijk voor mij is, dat ik af en toe als mijn aandacht even nodig is op andere punten, of omdat ik in het werk bezig ben, of ik zit in een overleg van 2 uur of zo, dan kan ik even gewoon mijn diabetes vergeten. Ik weet dat dat systeem van mij op de achtergrond rustig doorgaat en het regelt. Wat heb je nou nodig dan op een dag als jij van huis gaat met je loopsysteem? Ik heb voor mijn systeem niks anders nodig dan mijn telefoon. En de pomp, maar dat is in dit geval de Omnipod patchpomp, die zit geplakt. Dus ik kan zo eigenlijk zo naar buiten stappen. Uiteraard heb ik voor noodgevallen in ieder geval altijd, wat iedere diabetes wel heeft, iets van eten bij me. Ik heb altijd reserve insuline en een pen bij me. Dit systeem voelt voor mij heel goed, omdat het doet wat ik ervan hoop dat het doet. Dus daar word ik heel blij van en dat zorgt dat ik me heel veel minder zorgen hoef te maken. Tegelijkertijd ben ik er ook door gefrustreerd, omdat ik vind dat iedereen dit zou moeten kunnen krijgen.